Dan geef ik het woord aan de heer Jansen van Forum voor Democratie. Interruptie. Ja, zeker. En dan komt er nog even kijken. Nog een aantal mensen met interrupties. Dus je moet nog heel even blijven staan. Nou, niet gelukt. Ik ben nog niet klaar. Nee. Er ontstond net iets interessants in het interruptiedebatje. Want natuurlijk zijn we het eens over dat er veel meer geld naar Defensie moet. Dus dat is vooropgesteld heel erg goed. Maar het punt van de oorlog kwam voorbij. Was die goed of niet? En toen was de vraag, was dat een goede oorlog? Toen zei je, ja, of toen zei u, sorry. Dat was zo. En ik vroeg me af, met welk doel waren we in Afghanistan en op welke manier hebben we dat gehaald, als dat een goede oorlog was geweest? De heer Bosvenk. Ja, ik kan hier uren over praten en ik probeer het eigenlijk te vermijden, maar ik ga het toch doen. Het oorspronkelijke doel was Al-Qaeda en de aanslag op 11 september. We hebben allemaal boeken gelezen of documentaires erover gezien waar het fout is gegaan dat we gewoon als NAVO-landen en als westerse wereld geen duidelijke strategie hebben gehad van hoe gaan we het eigen Afghanistan aanvliegen. Uiteindelijk is het veranderd naar we gaan er een nation building doen. Ik denk dat dat goed is, want je wilt in alle tijden voorkomen dat er zo meteen weer een terrorismehaat ontstaat in Afghanistan, waardoor we zo meteen weer een soort herhaling van zetten gaan krijgen. En dat zie je al gebeuren, Al-Qaeda en ISK poppen alweer in verschillende gebieden op. Ik vind het heel eerlijk gezegd naïef om te denken dat je een land waar sommige normen en waarden toch wel eeuwen teruglopen, een land waar heel veel mensen analfabeet zijn, dat je dan denkt dat je dan in 20 jaar tijd zo'n land kan opbouwen. Ik denk zelf dat we daar generaties langer hadden moeten zitten. En daar kunnen we heel overdreven over doen, maar op het allerlaatste moment zaten er maar een paar duizend NAVO-troepen. Kunnen wij als 30 westerse NAVO-landen dat niet opbrengen? Nou, blijkbaar hebben we ons laten leiden door binnenlandse politiek. Een makkelijk besluit genomen van we moeten daar zo snel mogelijk weg. En nu zitten we met de gebakken peren en dat is aan onszelf te wijten. En dan mogen de mensen, Afghanen die voor ons hebben gewerkt, niet het slachtoffer zijn. Zo kijk ik ernaar. Dank u wel. De heer Jansen. Ja, dus u bent eigenlijk volgens mij heel duidelijk. U vond het goed, die morele oorlog, die regime change. We hadden er zelfs eigenlijk nog decennia moeten blijven om dat doel te halen. Dat is wat u zegt. Nou ja, kijk, het is heel simpel. Hè. De Tweede Wereldoorlog, daar hebben we nog 44 jaar lang heeft het geduurd voordat het Oost en Westen samenkwam. Los van alle verschrikkelingen en de Holocaust had Duitsland wel sterke instituties. Was het een stevig land. Daar hebben we dus 44 jaar lang gezeten. Ja, dan is het naïef om te denken dat een land met wat veel minder ontwikkeld is, dat je dat in 20 jaar zo kan achterlaten. En ik hoor heel veel mensen zeggen over, ja, we hebben die Afghanen hadden het zelf moeten doen. We hebben daar 300.000 Afghanen opgeleid en zwaar bewapend. En het feit is dat we tot het allerlaatste moment cruciale onderdelen in het Afghaanse leger door de westerse landen, de inlichtingen, logistiek, commandovoering, dat deden tot voor kort de Amerikanen. Ja, als je dan ineens heel abrupt daar weggaat, dan moet je niet verbaasd op kijken dat ineens zo'n leger instort, waar overigens door corruptie al maanden sommige soldaten niet werden betaald. Dus daar hebben wij als Westen gewoon gefaald en we hadden daar beter en langer moeten zitten. Ja. Dank u wel. Gaat uw gang. Dat is het enige wat anders is geworden. Voorzitter, 2 dagen geleden was de Commissie Defensie uitgenodigd om bij de landmacht te komen. Samen met een klein aantal van u ging ik op de uitnodiging in. Degenen die erbij waren, zullen de uitspraak van de commandant der landmacht herinneren. Want hij heeft op mij in elk geval een diepe indruk gemaakt. Men had de wereldvrede uitgeroepen. Maar inmiddels is men erachter dat die vrede niet komt. Alleen hebben we inmiddels onze tanks al verkocht. De generaal vat het achterliggende idee perfect samen. Wereldvrede. De leden van het kartel dat ons land bestuurt geloven erin. Ze zijn er voorstander van globalisme, internationale eenwording, regime change. Precies omdat die wereldvrede in hun ogen binnen handbereik ligt. Ze geloven dat alle culturen uiteindelijk één zullen worden, naar elkaar toe zullen bewegen. Dat het een kwestie is van onderwijs, marktwerking en elkaar wat gunnen. Voordat iedereen genderneutraal, atheïstisch en een ontworteld wereldburger is. Behekst door dit idee brachten westerse leiders oorlog naar het Midden-Oosten. Brachten ze destabilisatie, vernietigden ze miljoenen levens en nu, met de terugkeer van de Taliban in Afghanistan, maar al eerder met de anarchie in Irak, Libië en Syrië, zien we zonneklaar waar dit op uitloopt. Dus voorzitter, we hebben het vandaag weliswaar over de evacuatiekwestie en de absurd incompetente wijze waarop de terugtrekking van het Westen zich heeft afgespeeld. En werkelijk alle woorden daarover schieten tekort. Hoe haal je het in je hoofd om voor meer dan 85 miljard
aan wapentuig achter te laten. Maar ten diepste gaat het eigenlijk over iets anders. Het gaat niet over falend evacuatiebeleid. Belangrijker is het falen van jullie wereldbeeld. Jullie fantaseren over een soort wereldbelang, een belang van de mensheid. Ja, de missionair minister Kaag riep vorige week de Taliban nog op om een inclusieve regering te vormen. Alsof de Taliban het D66-verkiezingsprogramma gaat uitvoeren. Taliban 2022. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Na 20 jaar Midden-Oostenoorlogen hebben jullie je lesje nog altijd niet geleerd. Hoe naïef moet je zijn om te geloven dat met het juiste onderwijs, ofwel liberale indoctrinatie, subsidieprojectjes door NGO's en het afzetten van regeringen, alle mensen ter wereld trouwe D66-stemmende, havermelk, cappuccino-drinkende vegetariërs zullen worden. Natuurlijk niet. Het echte gevolg was dood en verderf in het Midden-Oosten. Maar bovendien een verzwakking van onszelf. Want ook in Nederland hebben we de gevolgen gevoeld van de Midden-Oostenoorlogen. Honderdduizenden niet-westerse immigranten kwamen deze kant op. Het bracht straatterreur, terrorisme, criminaliteit, overbelasting van de zorg, het onderwijs en de woningmarkt. Hoe beoordeelt de minister-president eigenlijk de uitkomst van de oorlog in het Midden-Oosten? Want alsof dit nog niet erg genoeg was, willen jullie nu carte blanche geven aan alle Afghanen en hun ooms, tantes, broers, zussen, neven, nichten, zoons, dochters, vaders en moeders, die zeggen ooit gewerkt te hebben voor Nederland. Potentieel weer tienduizenden mensen. De eerste 23.000 mails zijn al binnen. Daarom pleit FVD voor reaalpolitiek. Altijd het Nederlands belang voorop. Want er komt geen einde aan de geschiedenis. Er bestaat niet zoiets als wereldvrede. En juist daarom was ik ook zo geschokt over wat wij maandag aantroffen bij het werkbezoek aan de kazerne. Legeringen die er zo slecht aan toe waren dat de platen letterlijk uit het systeemplafond vielen en het gips van de muur. Verhalen over kapotte mortieren, oud materieel en zelfs ambulances zonder verband. Het contrast in jullie prioriteiten wordt pijnlijk zichtbaar. Terwijl jullie bezig zijn met de wereld, laten jullie ons land verslonzen. Het is tijd dat we weer kiezen voor Nederland. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jansen.